Hoi allemaal, vandaag heb ik echt een leuk product die ik aan jullie wil laten zien. Dit in beeld is de Orion Webbox 3 van Solutions Radio. En ik wil zeggen dat het eigenlijk een beetje een entertainment systeem is voor blinden en slechtzienden. Maar zo is het niet helemaal. Het biedt toegang tot bepaalde dingen op het internet. Op een toegankelijke manier voor blinden en slechtzienden. En dit kan allemaal met de Webbox zelf, zonder dat er een computer bij nodig is. We gaan eigenlijk hem een beetje dichtbij halen, zodat ik jullie een beetje een rondleiding kan laten zien. Dit is de Webbox zelf. Het is eigenlijk best wel groot. Het is misschien de helft van de formaat van mijn 13-inch MacBook Pro. En hij weegt ongeveer 800 gram. Dus het is niet te zwaar, maar je kan wel voelen dat hij wat gewicht heeft. Hij wordt aangeleverd met een afstandsbediening. En meer over de afstandsbediening zal ik straks uitleggen aan jullie. Hij wordt ook aangeleverd met een internetkabel en een audiokabel. De reden daarvoor leg ik ook straks uit, maar die heb ik niet in beeld staan, omdat die ergens in een doos zitten op dit moment. Dus dit is de Webbox. Hij is heel simpel te bedienen. Hij heeft 1, 2, 3, 4, 5 knoppen. Hij heeft ook een hele grote volumeknop in het midden staan. Dat is een beetje een draaiknop die je linksom en rechtsom kunt draaien. Maar je kan hem ook indrukken. Het is 4 uur en 4 minuten. Batterij 67%. En zo, als jullie horen, krijg ik dan de tijd te horen. En dan zegt hij hoeveel mijn procent nog in mijn batterij zit. En op dit moment zit hij op 67%, zei ze net. En het is 4 minuten over 4, dat is wel handig. Het is wel handig om hem naast je bed te laten liggen en dan zo die knop indrukken als je even wil weten hoe laat het is in het midden van de nacht. Maar ja, daarvoor is die niet alleen bedoeld, hij kan veel meer. Aan de voorkant van de Webbox zelf, helemaal bovenin, is een hele grote, super goede speaker. En deze speaker heeft echt hele goede geluid. Dus daar ben ik wel blij mee. En onder de speaker heb ik de 5 knoppen. Helemaal aan de linkerkant is een knop om de Webbox aan en uit te zetten. Daarnaast hebben wij een terugknop. Ik leg straks uit waarvoor hij bedoeld is. Dan, zoals ik net zei, in het midden hebben we dat hele grote volumeknop en die kun je ook indrukken voor bepaalde redenen. Aan de rechterkant van het volumeknop hebben wij een pijltje omhoog en een pijltje omlaag. En daarnaast hebben we een OK-knop. Ik ga de Webbox nu rechtsom draaien, zodat de linkerkant in beeld staat. En dan van ongeveer halverwege zijn er wat aansluitingen te voelen. En de eerste, dus links, is een kleine gaatje of een slotje voor een geheugenskaartje. Daarnaast hebben wij een USB-verbinding voor een USB-stick. En daarnaast, dus helemaal rechts, dus helemaal beneden aan, is een kleine gaatje voor een koptelefoon. Ik ga hem nu nog een slag draaien. Nu is de achterkant van de Webbox in beeld. En aan de linkerkant van de achterkant hebben wij twee gaatjes. En deze gaatjes zijn wit boven, rood beneden. En dit is dus een aansluiting voor de audiokabel waar ik het net over had. En deze kun je gebruiken om hem aan te sluiten met een stereo systeem. Ongeveer in het midden, dus rechts van die audio aansluiting, is een aansluiting voor een internetkabel. En daarnaast, dus rechts, is een aansluiting voor de oplader. Dus hij is wel oplaadbaar.
Hij draait ook op, gewoon op stroom als je dat zou willen. Maar hij is, zoals ik net zei, hij is oplaadbaar, dus we gaan hem flippen. Dus de onderkant van de webbox is nu in beeld. En aan de rechterkant, ongeveer halverwege, is een kleine, ja, een soort dipje waar je je vinger in kan steken. En zo kan je dat klepje eraf halen. En dan helemaal binnen zit aan de rechterkant zit een hele grote accu, een batterij. En deze is aangesloten, is een beetje moeilijk te zien voor de camera, maar hij is aangesloten met een kabeltje. Dus volgens mij kun je hem er ook uithalen en wisselen voor een andere. Dus als hij het niet meer doet, kun je dan een nieuwe daarvoor aanschaffen. Aan de linkerkant van de batterij en helemaal beneden, hij is in een beetje een onmogelijke plek, is nog een USB-aansluiting. Deze USB-aansluiting is bedoeld voor een wifi-dongel. Weet je wel, een van die internet-dongels die je aan kunt schaffen. En als je die inplugt, kun je hem overal meenemen. Nou, de uitdaging van vandaag is het klepje weer op te krijgen. Zou ik het wel kunnen? Ja, makkelijk is dat. 4 uur en 8 minuten. Ja, ik heb dat knopje weer per ongeluk ingedrukt. Ze wil heel graag de tijd laten weten. Dan hadden we het over de afstandsbediening. De afstandsbediening is best wel klein en licht. In een doos wordt die aangeleverd met batterijen. En daarvoor moet je heel goed zoeken, want ze waren heel goed verstopt en ik had ze bijna gemist. Gelukkig had ik een paar ogen erbij, dus ik had hulp. Dus aan de achterkant zit er een klepje die je kunt openen om de twee batterijen in te stoppen. En aan de voorkant heb je hele grote felle knoppen. Die zijn ook best wel groot, dus de afstandsbediening is makkelijk te bedienen. Sommige van de knoppen hebben een verschillende vorm. Maar we beginnen helemaal bovenaan links. En dan heb je een knopje met een geluids- en speakertekening erop. En dat is zodat je de webbox op pauze kunt zetten. Of eigenlijk een geluid uitzetten. Helemaal rechtsboven is een rode knop. En deze knop is bedoeld om de webbox aan en uit te zetten. Onderaan heb je een set van 6 knoppen. En de eerste twee helemaal linksboven en beneden zijn knoppen voor het volume. Dus met boven gaat die omhoog en als je de benedenste indrukt gaat die weer omlaag. De middelste twee zijn voor. Moet even kijken. Zijn voor de toonhoogte. Dus als je naar een decibel luistert, kun je de toonhoogte van de stem aanpassen. Met omhoog of omlaag. En dan helemaal rechts heb je 2 knoppen voor de snelheid. Dus als je wil dat hij iets sneller gaat praten, kun je dat ook instellen met 2 knoppen. Onder de 6 knoppen zijn 3 andere knoppen. Ze voelen eigenlijk een beetje hetzelfde. Ze zijn een beetje dezelfde vorm. Links heb je een informatieknop. En als hij op pauze staat, kun je deze knop indrukken, dan leest hij voor wat op het scherm staat. Want op de webbox zelf, helemaal bovenaan de volumeknop, is er een klein schermpje. En voor sommigen is dat wel te lezen. Voor mij, als ik het heel dichtbij hou, is dat wel te lezen. Maar voor sommigen is dat niet te lezen. En soms staat de informatie op die je graag wil lezen. Dus daarvoor is die knop bedoeld. In het midden is een knop voor slaapstand. Dus 's nachts als je op bed ligt en je denkt ik wil even luisteren voordat ik in slaap val, kun je je slaapstand instellen, dan gaat die op een bepaald moment weer uit. Dus je kan gewoon in slaap vallen zonder dat de webbox de hele nacht loopt te draaien. En aan de rechterkant heb je een knop voor favorieten. De favorieten kun je instellen en dan kun je deze knop gebruiken om snelle toegang daartoe te krijgen. Helemaal onderaan zijn 4 pijltjes.
Dus we hebben paaltje omhoog en paaltje omlaag. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat hier op de webbox zit. En dan de linker en rechter paaltjes zijn bedoeld voor achteruit links en vooruit rechts. Dus achteruit spoelen en vooruit spoelen. In het midden van die vier paaltjes zit er een OK-knop. Het is precies hetzelfde als wat hier ook op de webbox staat. En dan helemaal onderaan links heb je een kleine ronde knopje en dit is de terugknop. Dus deze zitten ook hier op de webbox. Maar ik denk dat jullie nu een beetje nieuwsgierig zijn, dus we gaan hem aanzetten. En we laten hem zelf uitleggen waarvoor die bedoeld is. Ik moet eerst zeggen, hij werd aangeleverd met een handleiding. Maar de handleiding is in printformaat. En hij is, voor degene die het kunnen zien, de tekst is eigenlijk best wel klein. Dat is voor mij niet te lezen. Dus de handleiding zit ook zelf ingebouwd in de webbox. Als jullie het eerste keer de webbox uit de doos halen, is het nodig om hem aan te sluiten met je internetkabel en de router. Dan zet je hem aan. En je krijgt een welkomstbericht te horen. En als hij bezig is om daar die welkomstbericht uit te laten spelen, laat hem maar gewoon gaan. Want hij gaat ook tegelijkertijd een update downloaden. Dus terwijl je luistert naar het welkomstbericht, is hij bezig in de achtergrond om een update te downloaden. Als dat welkomstbericht klaar is, kun je hem uitzetten. Zet hem dan weer aan. En dan gaat hij dat update installeren en daar krijg je een melding voor te horen. Daarna kun je hem pas aansluiten met een draadloze internetverbinding. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Hij moet voor de allereerste keer moet hij aangesloten zijn met kabel. Anders kom je niet verder. Maar nu gaan we hem aanzetten. Bezig te verbinden met het internet. Goeiedag. Als nieuwe gebruiker van de webbox heet ik u van harte welkom. Goeiedag. Pauze. Ik krijg dus ook die welkomstbericht te horen, want ik ben inderdaad een nieuwe gebruiker van de webbox. Ik heb hem maar een week in huis. Als hij eenmaal geregistreerd staat in het systeem van Solutions Radio. En met registratie bedoel ik, je moet een machtiging afgeven voor een abonnement. En dat is iets van 5 euro nog iets per maand. Wat je moet betalen voor alle diensten die beschikbaar zijn. Krijg je die welkomstbericht dan niet meer te horen. Dus als je geregistreerd bent en je betaalt voor het abonnement, krijg je die bericht niet meer. Op dit moment kan ik hem overslaan. Goeiedag. Berichten. Favorieten. En ik gebruik de paalknopjes. Actualiteiten. Om door het menu heen te scrollen. Televisie. Lectuur. Radio. Online kranten. Nieuwsbrieven. Informatie. Handleiding. Oké, indrukken om te selecteren. U heeft gekozen voor handleiding. Wat is de Webbox 3? Dit is de gesproken gebruikshandleiding van de Webbox 3, maart 2017. Gesproken handleiding Webbox 3. Wat is de Webbox 3? De Webbox 3 is een online multimedia speler speciaal ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking, waarmee u via internet naar heel veel actuele informatie en ontspanning kunt luisteren. Het apparaat heeft maar een paar knoppen en alle aanwijzingen worden voor u uitgesproken. Daardoor is de webbox helemaal op de tast en op het gehoor te bedienen. Dat maakt het tot een innovatief handig hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking en of ouderen zonder computervaardigheden. Voor de webbox 3 is wel internet, maar geen computer nodig. U kunt ermee luisteren naar het laatste nieuws, een dagelijkse krant, gesproken tv-ondertiteling, radiostations, gesproken boeken en nog veel, veel meer. Pauze.
Inderdaad, veel, veel meer. Ik loop nog steeds dingen te ontdekken met dit ding. En hij is echt top en echt cool. Ik vind hem echt, ja. Het is een beetje verbazingwekkend voor mij. Ik had niet verwacht dat hij zoveel zou kunnen, maar hij kan inderdaad heel veel. Als je hem aan wil sluiten met een draadloze internetverbinding, zoals ik hier heb. Ja, ik ben echt blij dat ik ogen erbij had toen ik voor het eerste keer hem uit de doos haalde. Want we moesten echt door de handleiding zoeken om uit te zoeken hoe je hem aansluit met een draadloze internetverbinding. Je moet hem op pauze zetten. Dus op een gegeven moment als je dat welkomstbericht hoort, kun je de grote knop indrukken. En hij zegt pauze, dus hij speelt niets meer af. Dat laat ik je nog een keer horen. Heel veel meer. Pauze. Ingedrukt, hij staat op pauze. Voor degene die het kunnen zien, het lichtring die rondom de volumeknop zit, is nu blauw in plaats van groen. En nu zit je eigenlijk in een verborgen menu. En je kan met de paaltoetsen doorheen navigeren. Doorgaan met afspelen. Informatie. Snelheid. Slaapstand. Apparaatconfiguratie. Hier moeten we zijn, dus we gaan oké indrukken. U heeft gekozen voor apparaatconfiguratie. Een beetje doorscrollen. Wezenlijk draadloos netwerk toevoegen. Hier moet je zijn. Weer op oké drukken en je krijgt instructies te horen voor hoe je hem aan moet sluiten. Nou, de grootste vraag van vandaag eigenlijk is, waarom heb ik voor de webbox gekozen als ik alles kan met een smartphone, een tablet of een computer? Want zoals je net hebt gehoord, is die eigenlijk een beetje meer bedoeld voor mensen die geen computervaardigheden heeft. En ik ben best wel goed met de computer, moet ik zeggen. Ik heb ook een iPhone en een iPad, ik heb een MacBook. Dus waarom voor de webbox? Nou, de reden daarvoor is eigenlijk dat niet alles toegankelijk is via de computer of de telefoon of de iPad. We hebben een abonnement met de krant. En de app die op de telefoon zit, die is niet helemaal toegankelijk met VoiceOver. Maar eigenlijk moet ik mijn ogen gebruiken om toegang te krijgen tot de artikels. Dus dit is een heel stuk makkelijker. Dus als je denkt, nou, ik wil eigenlijk mijn leven een beetje makkelijk maken, dan is de webbox wel een hele goede keuze. Dus ik ben super blij met mijn webbox. En ik hoop jullie het leuk hebben gevonden om te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.